aan. We bestaan al, geloof ik, ruim 30 jaar. Ik was daar niet bij, maar toch. En dat is dus voor het onderhoud van de dorpskerk. Wij doen dit om, voor het goede doel. Het is Casa La Mina in Roemenië. En dat is een kindertehuis. En daar doen we het voor allemaal, alle vrijwilligers. We bestaan inmiddels al 25 jaar. En het is ontstaan, de Vrouwen voor Vrede hebben het opgericht. En alles wat wij verdienen, wat de opbrengst daarvan, dat gaat allemaal naar goede doelen. De laatste maand is er bijvoorbeeld een x-bedrag naar Hospice de Rijgen gegaan. De kerstverkoop is dinsdag gestart. Toen zijn we alles gaan inruimen en dat dit jaar iets vroeger in verband met de corona, dat we niet weten hoe het allemaal gaat lopen. Half oktober zijn wij gestart, omdat we wilden vroeg beginnen in verband met de corona. Mensen hebben echt behoefte aan dat soort dingen en we hadden zo heel veel spullen gekregen dat we zeiden van we moeten echt zorgen dat we het er klaar kunnen zetten en alles kunnen verkopen. Heel, heel erg druk. De mensen stonden echt in rijden. In oktober al, denk ik. Want in de normale winkels zoals de Action en weet ik veel, die beginnen ook al heel vroeg altijd. Dus ja, we moesten wel heel vroeg. En ik moet zeggen dat het heel leuk verkoopt. We hebben eigenlijk best nog een heel breed assortiment. We hebben heel veel kaasstandaard, dat sowieso. We hadden kerstbomen, ja, die zijn inmiddels weg. We hebben, zoals je ziet, nog een hele mooie kerstman. We hebben heel veel ballen. We hebben eigenlijk nog van alles. En er komen ook elke week worden er weer spullen gebracht. Dus voor ons is ook een verrassing wat er elke keer weer komt en wat we weer op de tafel bijvullen. In principe hebben we alles. Behalve dan zeg maar apparatuur. Het is net wat de mensen binnenbrengen. Dat hebben we allemaal. Dus mensen vragen soms om iets en dan heb je het niet. En 's middags wordt het binnengebracht. Dus de mensen moeten gewoon vaak komen kijken. Ja, zoals u ziet, kerstballen, mooie engeltjes, kerstbomen, kerstkransen. Alles wat met kerst te maken heeft, dat zit in dit assortiment. We staan vaak zelf echt versteld wat er allemaal binnengebracht wordt. Dat is heel erg leuk. Deze kerstbal kost 10 cent. Die vind je nergens zo goedkoop. En we hebben echt nog dozen vol, dus kom. Oh, de kerstballen die zijn 10 cent in principe. Of het moet een hele bijzondere zijn, dan krijgen ze een hoger prijsje. De plastic balletjes zijn 10 cent, de glazen normale ballen 20 cent. En we hebben ook nog oude ballen, echt een beetje antieke. En die zijn dan uiteraard vanaf 2,50.